Het is heel belangrijk voor ons om dit industrieterrein te kunnen ontwikkelen. Wij hopen een aantal grote bedrijven, logistieke bedrijven hier te kunnen vestigen. En dat betekent natuurlijk economische ontwikkeling en ook vooral werkgelegenheid. Het belang wanneer u naar Duitsland kijkt, hoe ligt dat dan voor uw gemeente? Ook dat is belangrijk. Duitsland is een hele belangrijke partner. En voor ons cruciale partner is Emmerich am Rijn. Want in Emmerich is de containerterminal en de railterminal. En wij hebben hier ons bedrijventerrein gelegen aan de A12 en de A3, Duitse zijde. En daarmee hebben we samen een trimodale ontsluiting die van essentieel belang is voor logistieke ontwikkeling. Dat is een moeilijk woord, trimodaal. Kunt u dat uitleggen? Trimodaal betekent letterlijk drie modaliteiten. En een modaliteit, en dat is weg, water en rail in dit geval, spoor. Eigenlijk zeggen we wel eens, we kennen niet meer echt een grens tussen Nederland en Duitsland, maar ook in Europa. Natuurlijk is het de feit dat die grens nog wel degelijk bestaat. Maar als het om goederenvervoer gaat, zijn die grenzen niet meer bepalend. Vervoer is overal in heel Europa. Maar het feit is wel dat een plek zo dicht tussen Nederland en Duitsland voor logistiek juist heel erg interessant is. Wanneer u dat belang vertaalt voor de rest van de provincie Gelderland, hoe ligt dat dan? Nou, we hebben een logistieke corridor van Rotterdam naar Genua. Dat is een Europese corridor en daar liggen wij natuurlijk als Gelderland middenin. En daarom is logistiek voor Gelderland langs die hele corridor heel erg belangrijk. En we herkennen eigenlijk verschillende logistieke hotspots, zoals Tiel, waar je ook de ontsluiting richting het zuiden hebt. Maar ook Nijmegen, waar een hele belangrijke ontwikkeling is met een terminal bij de haven van Nijmegen. En hier, juist vanwege ook die nabijheid van die grens, zie je bij de Liemers, Montferland, een mooie logistieke hotspot.